twijfelexperiment. Dat gaat over een 10-jarig meisje, Vicky, met een geestelijk gehandicapte zus. En op een dag komt ze erachter dat die zus doet alsof dat hij helemaal niet geestelijk gehandicapt is. En dan besluit ze een plan te ontwikkelen, een experiment, waarbij ze hoopt dat ze haar zus in de val kan lokken. En dat ze haar kan ontmaskeren. En dat de wereld weer in de plooi zal vallen zoals die hoort te zijn. En het zo chaotisch als het moment is dat de zus gehandicapt is. Het heet een twijfelexperiment, omdat Vicky op vrij originele wijze in contact komt met de filosoof René Descartes. En ze maakt gebruik van zijn twijfelexperiment. Ze volgt eigenlijk dat experiment, de stappen in dat experiment om haar zus te ontmaskeren. En het is moeilijk om te zeggen waarom je van je boek houdt. Ik kan wel zeggen dat het een heel dierbaar project is, naast alle andere projecten die ik heb gedaan. Omdat het, terwijl het niet totaal niet autobiografisch is, wel toch een heel persoonlijk verhaal is. En ik denk dat het leuk is om een tijdje mee te lopen met dit personage.